Oh, kijk, onze reboot, onze Ronald gaat evolueren natuurlijk. Yo, Nintendo fans en yo, Rikachu Army. Wil je ook bij de Rikachu Army? Druk even op die rode abonneerknop hier beneden. Het is gewoon gratis, dus waarom niet? En dan ga ik snel verder met de Fire Only Challenge in Pokémon Shield. Waarin in de vorige aflevering heel veel gebeurd is. We hebben een... Oh, wacht eens even. Ik heb een fout gemaakt in de vorige aflevering. En dat zie ik nu pas. Onze Vulpix die staat nog in de overlay. Maar dat moet natuurlijk Litwick zijn. Thomas, ons blank spookje. Daar ben je. Hoppakee. Waarom vergeet ik dat soort dingen altijd? In ieder geval, we hebben dus een full squad. Een volledig teampie. En Kaboel komt ons nog even geluk wensen op alles wat we nu gaan doen. We hebben de eerste 3 gymleaders verslagen. Waarbij natuurlijk Nessa knijter moeilijk was. Omdat hij water Pokémon heeft. Die maakte het mijn team echt heel moeilijk. Want ik had toen nog maar 3 Pokémon. Meer kon ik er nog niet vangen. Maar we hebben nu de eerste 3 verslagen. En we moeten nu door naar de volgende. En nu mogen we door de Wild Area naar Hammerlock City. En Hoppy is helemaal enthousiastie. En ik ben benieuwd of we hier nieuwe vuurpokémonnetjes gaan vinden. Ik geloof zelf niet dat we vuurpokémon tegen gaan komen. Maar je weet het niet. Ik kan namelijk nog niet naar de Lake of Outrage. Dat is helemaal linksbovenin. Want mijn fiets kan nog niet op het water. Dus ik kan het water nog niet oversteken. BD is ook weer van de partij. Geen idee wat die hier nou weer allemaal staat te doen. Die staat weer een beetje stoer te doen. Ik word de kampioen. Hey, ik ga je battelen. Nou, veel plezier met deze battles, guys. Ga ik er vandoor? Ik wil weg. Doei. Oké, later. De vraag van de dag is: welke Pokémon moeten in Super Smash Bros. Ultimate? Want de tweede Fighter Pass zit er natuurlijk aan te komen. En we weten nog niet welke vechters er allemaal in deze Fighter Pass zitten. Zou er weer een Pokémon in de Fighter Pass zitten? Dat is natuurlijk de grote vraag. En welke Pokémon zouden jullie daar dan in willen? Mijn antwoord is natuurlijk super obvious. Ik zou Scyther er heel graag in willen. Ik denk dat het ook een goede vechter is. Die is super snel. Die kan zichzelf wel redden. Ik zie dat wel zitten, dat Scyther in Smash komt. Maar misschien gaan ze een nieuwe starter Pokémon erin gooien. En dan denk ik dat ze misschien wel zouden kunnen gaan voor de evolutie van Reboot en Scorbunny. En hoe heet die ook alweer? Cinderace heet die natuurlijk. Ik moest het even opzoeken. Ik was het even vergeten. Cinderace. Terwijl ik hier niet echt heel veel vuur-Pokémon zien. Eigenlijk zie ik hier helemaal geen vuur-Pokémon. Als de zon hier schijnt in deze regio, dan zou je wel vuur-Pokémon tegen kunnen komen, denk ik. Maar als het regent, ja, nee, dan lijkt het me logisch dat vuur-Pokémon zich niet echt gaan laten zien. En daar in de verte zie je de daycare. Als je shinies wilt gaan breeden, dan kan je ze, wat mij betreft, het beste in deze daycare hier zetten. Ik kan een keer een video maken over de beste methodes hoe je shinies breed. Ik ga dat nu niet doen. Ik ga alleen wel eventjes met deze guy praten. Nou, trouwens, laat maar zitten. Ik heb helemaal geen zin in een makeover. We zijn hier voor andere doelen. Ik ga wel even naar deze guys, want zij kunnen even lekker gaan graven. En heel vaak krijg je van hun wel lekkere itempies, namelijk als ze inderdaad gaan graven voor je. Een rare bone. Blijf lekker graven. Een duskstone, een comet shard en nog een sunstone ook. En nu is die klaar. Meestal heeft deze meer uithoudingsvermogen om meer schatten op te gaan graven. Dus laten we even kijken wat deze voor ons heeft. Een everstone. Hebben we niet zo heel veel aan. Metal coat. Oké, nice. Stardust. Light clay. Sticky barb. Oeh, dat is nice volgens mij, Sticky Barb. Daar gaan we zo even naar kijken. Nog een keer Stardust. Floatstone. Een Rare Bone. Kijk hoeveel, jongen. Een Star Piece. Hij blijft maar doorgaan, deze gast. Nog meer Stardust. Een Leafstone. Hoppakee. Een Moonstone. Lekker bezig. Hoeveel dingen ga je opgraven? Een Icestone. Een Watersteen. Maar geen Firestone. Oh, ik wou precies een Firestone voor mijn Growlithe. Oh, hij is nog niet klaar, zegt hij. Hij gaat nog door. Oké. Wat ga... Ja, Firestone! We hebben een Firestone. Lekker, dan kunnen we straks Growlithe gaan evolven. Ja, lekker. En nog een Firestone, voor als we nog een Eevee weten te vangen. Holy shit, hoe lang ga je door? Een Leafstone, een Iron Ball. Hoeveel items krijg ik van deze guy? Een Icestone, nog een Floatstone. Dit is niet normaal, een Starpiece. Dit is, volgens mij heb ik de meeste items ooit gekregen van deze guy. 24 treasures. Holy crap, dat is echt superveel. Eens even kijken wat we allemaal hebben hoor. Hier, Duskstone, Sunstone, Metal Coat. Hiermee worden Steel-type moves beter. Dus als we ooit Steel-type moves krijgen, dan kunnen we die gebruiken. Light Clay. Een Sticky Barb. Dit damage de houder elke keer. Maar als je een aanval tegenkrijgt, volgens mij krijgt dan de tegenstander ook pijn of zo. We hebben een Floatstone. Hiermee maak je Pokémon lichter. Moonstone, Icestone, Watersteen. Hier kan je allemaal je Pokémon mee evolueren. En inderdaad een Firestone. Iron Ball hebben we nog. En hiermee kan je met een grondtype Pokémon ook Flying-types raken. Nou, ik ga Wilbo nu nog niet evolueren. Want op
moment dat we hem evalueren in Arcanine, dan leert hij geen moves meer. En ik wil natuurlijk wel dat hij eerst goede moves leert en dat we hem dan pas evalueren. Dus sorry Wilbo, je moet nog even wachten. Maar ik heb je item in ieder geval. Dit was echt super nice. 24 schatten van die guy. Dat was echt... Zoveel, jongen. Hey dude, wat ben jij hier aan het doen eigenlijk? Hij heeft een rare item van mij. Helemaal goed, geef maar. 2 XP Candies S. Nou, dat is niet zo best. Daar heb ik niet zoveel aan. Oh, Tyranitar! Ik denk dat ik die sowieso nog niet kan vangen. Ik denk dat die veel te sterk is nog voor ons. Misschien heb ik hier sowieso nog niks te zoeken, hoor. Weet je wat? Ik ga hier wel gewoon even vandoor. Er lopen hier toch geen vuur-Pokémon rond, dus kunnen net zo goed weggaan. Oh, wow. Corviknight. Kan ik die Corviknight verslaan? Levert Corviknight lekker veel XP op? Corviknight is level... level 39. Dat is wel echt fors, hoor. Drill pack op mijn bakkes. Doet gelukkig niet zoveel pijn. Misschien kunnen we hem wel verslaan met Don. Oeh, maar dit... Ja, dit gaat wel lang duren. Maar ik denk wel dat we echt veel XP krijgen als we deze Pokémon verslaan, hoor. Lekker bezig. Kijk, we zijn nu ook sneller, dus dat is helemaal top. En we worden nog sneller. Dat is nog meer topper. Hij doet scary face. Ik ben niet bang voor jou, jongen. Ondanks dat je scary face doet. Hoppakee. En we hebben hem geburnt door onze Flame Body. Ik vind Flame Body echt super fijne ability. Daar hou ik van. Kijk, hoppakee. Nu is hij nog even burnt. Ik denk dat we hem in de volgende beurt misschien wel kunnen verslaan. Hij doet nog meer scary face. En dan doe ik even Flame Chargy. We hebben hem bijna. We gaan gewoon level 39 Pokémon verslaan, jongens. Dit is echt wel chill. Opeens zijn we nu trouwens niet meer sneller. Ik weet niet waarom, maar er is iets gebeurd waardoor we niet meer sneller zijn. Maar hoppakee. Oké, level 39 Corviknight, jongen. Dikke doei. Steel-type Pokémon, geen probleem. Dus even kijken. Kijk, dit is super chill. Kijk hoeveel XP iedereen krijgt. Bijna iedereen krijgt meer dan 1000 XP. En iedereen gaat een level omhoog. Behalve Wilbo. Het zit Wilbo op een of andere manier gewoon niet mee of zo. Dit wordt gewoon echt een meme strakjes. Oh, kijk, onze reboot, onze Ronald gaat evolueren natuurlijk. Leveltje 35, jongens. There we go. Ja hoor, Cinderace. Kijk hem ook. Nice, Ronald evolueert in Cinderace. En Cinderace is ook alleen een vuurtype, hè? Dus eigenlijk zijn Cinderace en Growlithe ook een beetje hetzelfde. Cinderace wil Pyro Ball leren. En dat wil ik ook, want Pyro Ball is een hele goede aanval. Die is super sterk. En dan mag Quick Attack nu wel even weg. We hebben genoeg gehad van Quick Attack, jongens. Hoppakee, Pyro Ball, lekker. Zo, daar ben ik wel even blij mee, jongens, dat we die Corviknight even hebben verslagen. We kunnen best wel prima trainen, hoor, in de Wild Area. We krijgen gewoon meer dan 1000 XP op bijna al onze Pokémon, dus dat is echt heel veel. Wat sta jij hier trouwens te doen? Oh, jij verkoopt dive balls. Nee, hoef ik niet. Heb ik niks aan. Wat zien we hier nou allemaal voor Pokémon? Een Gloom. Nee, ook geen, volgens mij geen Fire-type Pokémon. Ik zie daar trouwens nog wel een Pokéball liggen. Let's go get it. Een Dawnstone. Ah, die laten we gewoon door die digging duo even opgraven voortaan. Die graaft toch 24 schatjes op voor ons. Niet normaal. Ja, en hierachter is dus de Lake of Outrage. En daar vind je best wel zeldzame Pokémon. Maar nogmaals, ik kan daar op dit moment nog niet naartoe. Want ik kan dus het water niet over. Laten we even proberen om deze Pokémon ook te verslaan. Dan hebben we nog wel lekker meer XP erbij. Een very strong looking Roserade. Hoe sterk is deze Roserade dan? Roserade is level 41. Als het een beetje mee zit, dan kunnen we deze Roserade hebben. Nee, we missen gelijk. Oh, we missen onze Pyro Ball attack. Roserade doet Worry Seed. En daarmee vergeet ik blijkbaar mijn ability, denk ik. Kom op jongen, Pyro Ball. Hoppakee. Schop even een steentje omhoog. Steentje op de bakkes. Oh snap, wat nou very strong looking Roserade. Roserade heeft niks meer op Cinderace, jongen. Thomas gaat een leveltje omhoog en de rest krijgt ook weer superveel XP. Dit is lekker, jongen. Bijna elke Pokémon die we verslaan zorgt ervoor dat we een level omhoog gaan. Is hier echt niet nog iets te vinden wat we kunnen verslaan? Ik zag hier nog een Pokémon. Ja, deze kunnen we ook hebben. Deze moeten we ook kunnen hebben. Een Clang, very strong looking Clang. Kom op, Ronald. Die kan je ook hebben. Oeh, level 46. Dit wordt wel heftig. Level 46. We zijn wel sneller. En Pyro Ball is echt super sterk en super effective. Dus ik ben benieuwd wat dit gaat doen. Kijk dan! Level 46 Clang! Holy crap, Cinderace is een beest. Ronald is helemaal gek geworden. Hoeveel XP dan? Nou oké, okay, wel een stuk minder XP omdat het geen fully evolved Pokémon is. Maar iedereen behalve Thomas gaat een level omhoog. Dit is wel even heerlijk trainen hier hoor jongens. Volgens mij zag ik hier nog een Pokémon die we kunnen pakken. Kijk, dit wordt wel spannend. Dit wordt wel een beetje spannend. Want als deze mij goed raakt, deze Duo Blade, dan heb ik een groot probleem. Duo Blade is ook... Oh, level 56. Ik denk niet dat ik dit durf. Ik
ik ga het proberen. Ik ben sneller. Ik ben gewoon sneller dan de level 56 Pokémon. Ronald, je bent helemaal gek. Meer dan de helft? Oh, net niet meer dan de helft. Dat is jammer. Hij doet Power Trick. Dat is geen aanval volgens mij. Nee, dat is inderdaad geen aanval. Hij switcht zijn attack en defense, wat in zou kunnen houden dat we hem misschien kunnen verslaan. Nu, als zijn defense hoger was, dan kunnen we hem met deze verslaan. Ja hoor. Level 56 Duo Blade. Geen probleem voor Cinderace. Mijn Cinderace is sick. 20 levels hoger is deze Pokémon. En we slopen hem gewoon. Dit is toch niet normaal? Waarom krijg ik zo weinig XP? Deze Pokémon is 20 levels hoger. Dit slaat nergens op. Waarom krijg ik zo weinig XP? Dit vind ik niet oké. Dit vind ik verre van oké. Nou, even kijken of hij weer een rare item... Hij heeft 1 Experience Candy S. Zit ik al mijn watts daar aan uit te geven? Ik heb er nu 3, hè? Ik ga dit item gebruiken. Ik ga ze gewoon alle 3 ook geven. En ik geef ze gewoon voor het gemak alle 3 even aan Thomas. Kijk hoe weinig XP we erbij krijgen. Oké. Dit valt mee. 2400 XP. Ik heb helemaal niks gezegd. Nightshade wil Thomas leren. Dat is wel relaxed. Even kijken hoor. Hoe hoger level je wordt, hoe sterker deze aanval ook wordt. We kennen Fire Spin, Will-O-Wisp, Hex en Confuse Ray. Ga ik op dit moment Confuse Ray even weghalen. Thomas gewoon even naar level 29, joh. Nou, lekker bezig, To. Oude sapling van me. Nou, ik denk dat we genoeg getraind hebben. Ik denk dat we gewoon even Hermerlock in moeten. Oh, maar wacht. Volgens mij kwam hier een gevecht met... Al weet ik het niet helemaal zeker meer. Even kijken. De Grass Badge, Water Badge en Fire Badge. En... inderdaad, we mogen hier naar binnen. En hij zegt, ik weet niet of Hop hier aan gaat komen. Nou, hij gaat Hop weer even zwart maken. Wou je nog tegen mij battle of niet? Nee? Oké, je durft niet meer, hè, BD. Je durft gewoon niet meer, dat is het. Let's go to Hammerlock. Ik vind het wel echt super mooi gemaakt, deze stad. Check even. Ik blijf het vet vinden. Elke keer als ik hier weer voor de eerste keer binnenloop, het is gewoon super mooi gemaakt. Krijg je inderdaad zo'n oud riddergevoel bij. De oude ridders van Groot-Brittannië. Dat gevoel krijg ik hier echt bij. Ik ga denk even shoppen, jongens, want ik wil... even een ander kapsel shoppen. Oh ja, dit meisje had een love letter geschreven aan iemand. Echt super schattig. Die moeten we even aan Frank geven in Balanlea City. Even deze Pokéball hier in het hoekje oppakken. Als lukt jou hoor. Wise Glasses. Oh, dit boost de power van special moves. Dat is niet verkeerd. Ik denk dat dat wel een lekker item is om aan Thomas te geven eigenlijk. Ik bedoel... Thomas de Sapling draagt zelf ook vaak een bril. Dus makes sense, toch? Logisch. Ja, ik vind dat wel een match. Thomas met een bril op. Nu moet ik alleen nog even mezelf zien te matchen. Ik moet echt wat aan mijn kapsel gaan doen, jongens. Het ziet er niet uit. Waar kan ik wat aan mijn kapsel doen? Is dat deze kant. Hier zo. Hier kan ik iets aan mijn kapsel doen. Even kijken, wat zou me goed staan? Lang haar staat denk ik ook niet. Medium en wavy ook niet. Dit... twijfel ik ook een beetje aan undercut. Dit op zich, rood met vuur, dit voel ik wel als vuurkapsel. Ik weet alleen niet of het mooi is. Even kijken, we hebben nu een rood kapsel. We kunnen ook voor wijnrood gaan. Nee, dit is echt paars. Nee. En roze? Nee, dat ziet er ook niet uit. Nee, we moeten wel rood. Oké, laten we dit gaan proberen. De undercut. Op zich ziet het er wel fancy uit. Ik vind het wel bij vuur passen. Maar toch jongens, ik ga wel mijn petje gewoon dragen hoor. Ik bedoel, we blijven Rickachu, weet je wel. Dus die pet die houden we gewoon op. Dus even kijken. Ja, dit ziet er op zich zo al beter uit jongens. Oké, dan gaan we ook even voor kleren kijken. Dat is alleen niet hier. Dat is namelijk hier. Even kijken of zij wat nieuwe kleren voor ons heeft. Ik wilde even als een vurig type uit gaan zien jongens. Nou, dit gaat hem allemaal niet worden. Ze hebben alleen maar bloemen. En zo. Wat is dit nou? Of zeg, dit is wel een aardig jassie voor ons. Ja, ik denk dat ik voor dit jassie ga. Tracksuit jacket. Fire type. Deze is serieus gewoon voor ons gemaakt, geloof ik. Hoppakee, gelijk aandoen die handel. Wat hebben we nog meer? Hebben ze ook... Kijk, ze heeft ook een fire type pants. Ja, we worden die echte fire trainer vandaag, jongens. Fire type tracky bottoms. Gelijk aandoen die handel. Ze heeft geen schoenen hier, dat is jammer. Oh, we hebben echt lelijke schoenen, jongens. Oh, ik heb echt nieuwe schoenen nodig. Die zien er echt niet uit. Oh, kijk, hoppakee, een tassie erbij. Een fire-type bag erbij. Ja hoor, ik voel dit. Dit is super awesome. Heb je ook mooie petjes? Ja, een fire-type pet. Ja hoor. Dit is onze dag. Dit is de dag dat we eindelijk volledig in mooie outfit zijn. Alleen die schoenen, die kunnen echt niet. Nou, ik wil sowieso geen bril, want het vuur staat in mijn ogen. Ja, maar dit is wel nice hoor. Ja. We zien er echt veel beter uit nu. Dit is heel cool. Dit is een mooie aflevering, jongens. Alleen onze fietsoutfit ziet er nog steeds niet uit. Laat ik maar zo min mogelijk op mijn fiets doen. Dit ziet er echt veel cooler uit op mijn fietsoutfit. Meneer Chairman, ik heb de Wishing Stars verzameld, zegt BD. Ja, BD, jongen, je weet je lot nog niet, hè? De Chairman gaat je haten straks. Hij gaat echt domme dingen doen, BD. Nou, we moeten even achter hem aanlopen. Even het stadionnetje in. Ik ben benieuwd wat onze olijke vriend ons allemaal te vertellen heeft. Ik ben namelijk helemaal
vergeten wat hij hier ging vertellen. Gaat hij hier gewoon... Oh ja, dat Hammerlock een energy plant is. Dat ze hier energie opwekken in Hammerlock. Blijkbaar moet dat toch weer ergens anders. Oké. In ieder geval moeten we nu even linksaf deze kant op richting route 6. Maar eerst wil Leon ons nog even vertellen dat hij Hop kwijt is en hoopt dat alles goed gaat met Hop. Oké, later Leon. Weet je wat, ik moet eigenlijk toch een stukje gaan fietsen, want anders duurt dit echt veel te lang. Anyway, we zijn op route 6 en ik zet Bardo even als eerste Pokémon in mijn team. Bardo mag zich eventjes gaan bewijzen in het volgende gevechtje. En het volgende gevechtje, dat gaat sneller komen dan je denkt, want het volgende gevechtje, dat is hier namelijk al gaande. Oh ja, ze vallen die Silly Cobra langs. Ja, ze willen die eigenlijk gewoon hebben volgens mij. Ik vind het ook wel een Pokémon die heel erg bij hun past eigenlijk, ja. De oude mevrouw mag er gewoon langs, maar wij niet hoor. Nee, wij mogen er niet langs. Nee, bij ons moet je moeilijk gaan lopen doen. Let's go, Hoppy. Zullen we even samen battelen dan? Nee, we gaan niet samen battelen. Ik mag het even alleen gaan doen. Oké, let's go. Tegen een Stunky. Oh, dan gaan mijn Bug-type moves sowieso niet heel erg helpen. En ik ben ook 2 levels lager, dus ik weet niet of ik dit ga winnen, jongens. Ja, dit wordt lastig voor Bardo, hoor. Dit wordt een hele opgave voor Bardo. Ik denk niet dat hij dit gaat... Nou, oké, Bardo. Ik heb niks gezegd. Ik heb helemaal niks gezegd. Jouw Flame Wheel attack is best wel nice. Oh, nee, maar we zijn flinched. Dan moet ik even een super potion gebruiken en dan hopen dat we straks geen critical hit op onze baks krijgen, want anders is Bardo alsnog kapot. Ah, poison gas. Nee. Oké, Bardo, nog een keer Flame Wheel. Kom op, je kan het. Hij doet ondertussen feint. Dat doet lekker weinig damage. En wij gaan hem pakken met Flame Wheel. Lekker, Bardo. Jouw aanval is best wel nice, volgens mij. Oh, hij heeft ook nog Aftermath. Jongen, wat een vervelende Stunky is dit, joh. Dan hebben we nu waarschijnlijk ook nog last van de poison. Ja, hoor. Ik denk dat het tijd is om even te switchen. Hij komt nu met een Linoon. En daar moeten we of een Bug, of een Fairy, of inderdaad een Fighting-type move op gooien. Dit is, ja. Ronald is degene die een Fighting-type move kent. Dus ja, Double Kicky, die moet op zijn bakkes geplaatst worden. Oh, en het is zelfs maar een Single Kicky. Hoppa. En Bardootje, die gaat een level omhoog. Level 28. En daar ging die Team Yell Grunt hoor. Oh, Bardo gaat evolueren. Hey, Bardo. En ik vind zijn evolutie echt heel cool. De evolutie van Sizzlipede. Sandyscorch. Ik vind het een van de vetste nieuwe Pokémon uit deze generatie. Sandyscorch. Echt een van mijn favorieten. Misschien vind ik dit zelfs wel de allertofste Pokémon uit de Galar generatie. Hij staat sowieso in de top 5. Hoppakee, hij staat ook in de overlay Sandyscorch. Lekker hoor, Bardo. Hij evolueert gewoon even zo helemaal aan het einde van deze video. Ah, we mogen gelijk nog een battletje doen. Volgens mij zijn we niet geheeld. We mogen nu tegen een Leopard. Weet ik hoe het ding heet. Kijk hem, daar is hij hoor. Sandyscorch. Heel gaaf. Maar ik moet toch even wisselen, want hij is echt bijna helemaal gesloopt. Hij had nog minder dan de helft HP en ook was hij poisoned. Dus dat gaat hem helemaal niet worden. Maar de double kick gaat hem wel worden. De double kick sloopt die Leopard gewoon heel makkelijk. Hoppakee. Oh, dat was ook gewoon echt één. Enige Pokémon. Oh, dit was easy. Oh, die arme Hop laat zien dat hij een klein beetje onzeker is. Het is wel een sneu momentje. Kijk, hij rent ook weg zo van... Nah. Hij baalt van zichzelf. En Silly Cobra, die gaat ook weer lekker chillen, denk ik. Doei, Silly Cobra. Oh ja! Opal, die liet zich ook nog even zien. De meest rare gymleader van alle gymleaders in de geschiedenis van Pokémon. Echt, deze gymleader. Wie deze verzonnen heeft, die heeft wel echt een... Laten we het houden op een vrij vreemde gedachtegang. Jongens, dit is het einde van deze video. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze video tof vindt. Laat ook even een leuke reactie achter. Vind ik altijd tof. Zoals welke Pokémon jij vindt dat er in Smash moet. Abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. En wil je me ook live zien gamen? Volg me dan zeker even op twitch.tv/Rickachu. Zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!